Hier komt het pijnlijke moment, want de airco uit moet. Ik mis hem nu al. Het kopen van een nieuwe smartphone, ja, dat is zo makkelijk nog niet. Buiten het feit dat het een flinke investering is, ja, is er ook heel veel keuze op de markt. Nou, wat nou als jij een budget hebt van 300 euro? Waar doe jij nou goed aan? Mijn naam is Mark, leuk dat je kijkt naar Want. En dit zijn de 5 beste smartphones onder de 300 euro. Het is best lastig om voor iedereen te kunnen bepalen welke smartphones nou het allerbeste zijn. Want de een die wil misschien een smartphone hebben om te gamen, waar de ander het liefst foto's maakt met zijn telefoon. Het is best lastig en daarom heb ik deze lijst samengesteld. Dit zijn naar mijn idee de 5 beste smartphones van de markt op dit moment onder de 300 euro. En het is geen ranglijst, dus de telefoons staan niet op volgorde. Fijn dat je nog eventjes uitlegt wat een ranglijst is. Top, 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 top. De Xiaomi Redmi Note 9 Pro is met gemak een van de beste toestellen uit het lage segment. Misschien wel het beste toestel. Ik mocht bijvoorbeeld voor een review een week lang deze telefoon als mijn standaard telefoon gebruiken en ik was dolgelukkig. Maar de smartphone ligt heerlijk in de hand. Het camerasysteem maakt indruk en de batterij is echt belachelijk goed. Hij gaat super lang mee en is ook in no time weer opgeladen. De telefoon is krachtig genoeg om alle applicaties die je maar wilt te draaien en het is zelfs mogelijk om een gamepje te spelen op zijn tijd. Het enige probleem is dat de software niet altijd even handig is, maar met een verkoopprijs van 255 euro voor het 64 GB model of 275 euro voor het 128 GB model, ja, is daar zeker mee te leven. De Oppo A9 2020 is op alle vlakken een middelmatige smartphone. Het scherm is oké, hij is snel genoeg, het heeft een uitgebreide camera. Kortom, je vermaakt je prima met deze telefoon, maar echt bijzonder is hij niet. Alleen als we met een flinke boog om die enorme batterij heen gaan dan. Nou, doordat de smartphone niet zo uitgebreid is, gaat de 5000 mAh batterij, dat al een indrukwekkende batterij is, extra lang mee. Met deze telefoon haal je makkelijk een accuduur van 2 dagen en dat is simpelweg fantastisch. Iemand die niet op zoek is naar het beste van het beste, gewoon een telefoon wil die het over het algemeen goed doet, maar wel een batterij heeft die super lang meegaat, die zit compleet gebakken met de Oppo A9 2020. Nou, je tikt de telefoon voor 200 euro op het koppeke. De Motorola G-Line staat al jaren bekend om zijn goede prijs-kwaliteit verhouding. En wat dat betreft kunnen we de Motorola Moto G8 Plus Lingo makkelijk het paradepaardje noemen. De Moto G8 Plus pakt niet heel veel dingen anders aan dan de rest van de G-Line. De telefoon beschikt dus over hele goede specificaties en komt met een lekkere aangepaste versie van Android. Het is dan nog wel een aangepaste versie van Android 9. We zitten natuurlijk op dit moment op 10. Maar het werkt gewoon hartstikke goed. De gebruikservaring is dus heerlijk. En ja, de Moto G8 Plus beschikt natuurlijk over de Moto Actions. Weet je wel, schudden om de zaklamp aan te zetten en draaien om je camera aan te doen. Dus hij komt ook met hele unieke functionaliteiten. De Motorola Moto G8 Plus is met een verkoopprijs van 199 euro echt een keiharde aanrader. Als we het hebben over smartphones met goede specificaties en een lage prijs, dan kunnen we bijna niet anders dan bij de Realme 6 aankomen. Een smartphone die vooral uitblinkt op 2 vlakken. De Realme 6 is met al het gemak van de wereld stijlvol te noemen. De telefoon ziet er heel premium uit. En het is het goedkoopste toestel met een verversingssnelheid van 90 Hz. Dat is een functionaliteit die we normaal gesproken alleen bij duurdere smartphones zien. Maar ook de interne kracht en het indrukwekkende camerasysteem van de Realme 6 maken dit een hele goede deal. Je tikt de Realme 6 namelijk voor 202 euro op de kop. De Galaxy A-lijn van Samsung is een groot succes. En dat is eigenlijk niet zo gek als je de prijs wegzet tegenover het product. De Samsung Galaxy A51 valt voornamelijk op door het nieuwe ontwerp dat hij heeft gekregen ten opzichte van de A50. Het grootste onderdeel daarvan is de hole punch notch in het midden
en het camerablok op de achterkant, waardoor de telefoon toch wel een beetje op de S20-lijn lijkt. Oh, en het camerasysteem, dat is dan ook gelijk waar de Samsung Galaxy A51 in uitblinkt. Met een 48 megapixel hoofdcamera, een 12 megapixel ultra-wide camera, 5 megapixel macro lens en een 5 megapixel dieptesensor. Ja, maak je eigenlijk in iedere situatie toffe foto's met deze telefoon. En voor de prijs van €290 is dit echt een smartphone voor de camera-liefhebbers. Welke telefoon onder de €300 vind jij echt de bom? Laat het hier beneden weten in de reacties en misschien maken we een nieuwe lijst met jullie suggesties erin. Vond je de video leuk? Doe een blauw duimpje omhoog en abonneer op het kanaal met dat belletje aan om iedere zondag om 12 uur een gloednieuwe video in je inbox te krijgen. Mijn naam is Mark, thanks voor het kijken en ik zie je hopelijk bij de volgende weer. Ciao!